De seizoensfinale van Thuis komt eraan. Ik moet jullie proficiat wensen. Ah, is het zo? Voor de eerste keer in jaren loopt het seizoen van Thuis 1 week langer dan van Familie. Goed, hè? Goed, hè? Ik bedoel, het is ook altijd leuk om de kijkers een beetje te verwennen. En het is gewoon, het gaat weer een keigoede seizoensfinale zijn. Hoewel ik vind dat de kijkers toch ook al een beetje verwend zijn nu, hè? Er is al heel veel spannend gebeurd. En dan denk ik alleen maar aan de aflevering met Harry. Die dan vermoord wordt eigenlijk. Hè? Die wordt dan gedood. Ik was aan het kijken. En ik wist hoe het ging aflopen. En toch hoopte ik een hele tijd. Loopt nou gewoon weg. Maar dat was steengoed. Steengoed. Ja. Mooie seizoensfinale, zeg jij. Het gaat een heel mooie seizoensfinale worden. Ja, absoluut. Met hoeveel doden? Zeg het maar. Eigenlijk, mijn vraag is van, voor de seizoensfinale, gaat er dan nog wel iemand bij Thuis zijn? Want de doden vallen wel heel snel dit jaar. Het is soap, hè. Het is natuurlijk, weten wij als acteurs ook altijd dat er een tijd is van komen en er is een tijd van gaan. En ik zou ook liever niet hebben dat ze mij morgen doden of dat ik eruit moet. Maar dat is natuurlijk wel iets wat wij als acteurs altijd weten. Maar of dat er doden gaan vallen nog, dat weet ik niet. 1 ding heb je al wel prijsgegeven vandaag. Ah, wat? Dat jij niet gaat sterven in de seizoensfinale. Ah ja, nee, omdat ik nog ga... Ja. Of, het is een zeer strategische zet van mij. Zou jij mij misleiden? Nee. Na al die jaren dat we elkaar kennen, ga jij tegen mij liegen? Nee, we kennen elkaar te lang. Nee, ik zou niet liegen tegen u. Nee, ik blijf er inderdaad wel bij. Dus ja. En gaat Christine iets serieus overkomen misschien? Er zit wel, wat ik al heb gehoord, er gaat weer wat gebeuren met Christine. En ik kijk er eigenlijk wel naar uit om het allemaal te spelen, ja. Je zegt, ik heb gehoord, dus het is nog niet opgenomen. Ja, er zijn al wel dingen opgenomen natuurlijk die ook gaan veranderen voor Christine. Die ook ontzettend leuk zijn. Maar ja, natuurlijk gehoord dan van de schrijvers of geleerd al dingen van dat en dat en dat en dat zit er nog in aantocht. En dan denk je, oh leuk. Ja, daar kijk ik naar uit. Dus ja, dat heb ik nu ook wel. Het wordt dus een uitdagend nieuw seizoen van Thuis. Daar zijn we al zeker van. Zeker, ja.